En dan nu? Natuurlijk is het leuk om grappig te zijn. Humor is erg belangrijk. Een grappige opmerking op het juiste moment kan een conflict relativeren. Hallo kijkers. Regelmatig wordt aan mij gevraagd van hoe bedenk je nou die dingen die je de hele tijd doet? Nou, dat zal ik u zeggen. Nou, sommige ideeën die bedenk ik gewoon onder de douche. Sommige dingen bedenk ik gewoon 's morgens in bed als ik... Als ik lekker ontspannen nog net wakker ben geworden, dan gaat er zo van alles door mijn hoofd. En daar zijn soms hele leuke ideeën bij. Soms bedenk ik ook nog wel eens iets. Als ik een boterham aan het eten ben. Nou, dat zijn zo van die momenten waarop je dus dingen bedenkt. Ik heb ook wel eens iets bedacht onder het collecteren. Collecteren is een hele leuke bezigheid. Je gaat van deur tot deur en je vraagt aan mensen van, God, wil je geld geven aan een goed doel? En één keer per jaar collecteer ik ook voor een goed doel. Dat is hier, hoppakee. Stichting Gast. En toen heb ik bedacht van, ik ga niet meer langs de deur, van deur tot deur om aan te bellen en uit te leggen wat er aan de hand is. Ik ga gewoon op een plek staan waar heel veel mensen komen. Dus ik ga bij een supermarkt staan en daar komt de half Nijmegen langs. En dan doen ze vrolijk iets in deze bus. Of niet natuurlijk, dat staat iedereen vrij. Waarom het zo belangrijk is om aan Stichting Gast iets te geven... Er zijn in Nederland steeds meer mensen die tussen wal en schip vallen. Die komen uit een land waar ze niet meer kunnen wonen en ze kunnen niet meer terug naar een land dat niet bestaat. Bad, bed en brood wordt daaraan gegeven. Ik hoop dat u volgende week wat geld geeft aan de collectanten van Stichting Gast. En dat als u dan bij mij komt en ik bij de Albert Heijn op de Daalseweg sta, dat u dan zegt van nee, dat heb ik al lang gedaan. Dat is ook goed, prima. Dank u wel. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Oh nee, tot ziens donderdag bij Albert Heijn. Nou, we hebben weer wat bedacht.